Volgens organisator Nick Matthijssen is de Hel van Krel een echte traditie in het dorp in het Oostpolder. De autocross wordt dit jaar voor de 19e keer gehouden. Nou, dat is op zich wel hoog niveau. Het is, iedereen heeft zelfgebouwde auto's vaak. Gewoon allemaal met niet meer de standaard motor, motoren aangepast. Die jongens zijn wel serieus mee bezig. Wordt wel serieus gereden, zeg maar. Maar wel op recreatieniveau, amateurniveau? Nou, het liep een beetje uit de hand overal. Dus om zomaar als recreant gewoon ergens een goedkoop autootje op de kop te tikken en mee te doen, dat zat er niet meer bij. Daarom hebben we dit jaar ook een andere klasse in het leven geroepen. Zodat je weer gewoon met een instapauto, gewoon ergens een goedkope auto, kan je weer leuk meedoen. Niet dat je de hele dag achteraan rijdt. Jurien Seijnen komt ook in actie. Zijn eerste keer was toen hij 16 was. 2 jaar in junioren. En nu 3 jaar in de pollenklasse, ja. Maar is het echt de Hel van Krel of is het gewoon een geintje? Nee, voor mij is dat een geintje van vroeger. Maar het is wel een mooi klein baantje. Dus het is wel een beetje krap en beuken en moeilijk doen, zeg maar. Een hoog spektakel. We hebben 4 klasses. De polderklasse, de junioren, dus vanaf 16 jaar. 3 wielers. En dan hebben we 1800 klassen nog. De nieuwe klasse die nu... Net in het leven geroepen is. Hoeveel races komen er dan op af? Wij hebben nu 95 aanmeldingen. Dus oh, dat is behoorlijk wat dus. Dat is behoorlijk wat, ja. Een mooi volle dag. Ja, en staat het ook dan qua publiek vol? Komen er veel mensen kijken? Oh, dat is vooral heel veel weersafhankelijk. Het wordt mooi weer, hè? Het wordt super mooi weer. Dus we gaan vanuit dat het een drukke dag wordt. Tenminste, dat hopen we. Ja. En dan vooral mensen vanuit de buurt, de mensen uit de polder, wat moet ik daarvoor voorstellen? Ja, het zijn hoofdzakelijk gewoon mensen uit de polder. Kijk, alle rijders nemen altijd wel mensen mee en bekenden. En vanuit het dorp hopen we gewoon veel mensen te kijken die gewoon lekker voor een biertje komen en een gezelligheid en een mooie cross te kunnen zien. Biertje wordt er natuurlijk ook bij. Dat sowieso. De eerste start is zaterdag om 10 uur.